De medewerker die op vrijdag 30 december in deze supermarkt aan de Dordtse Straatweg in Rotterdam-Zuid aan het werk is, krijgt een gewapende overvaller in de winkel die niet alleen dreigt, maar ook daadwerkelijk schiet. Het was rond 7:15 in de avond toen er een man de winkel binnenkwam stormen en die ook een vuurwapen richtte en geld eiste. En vrij snel daarna heeft hij ook daadwerkelijk geschoten. Nou, die kogel kwam gelukkig in een meubelstuk terecht, maar dat had ook zomaar natuurlijk heel anders af kunnen lopen. En los van dat de medewerker van de supermarkt dan niet fysiek gewond is geraakt, heeft hij wel heel veel emotionele schade opgelopen. En daarom, onder andere daarom, willen we natuurlijk heel graag deze zaak oplossen. De overvaller richt zijn vuurwapen op de medewerker en eist geld. Als hij dat niet krijgt, schiet hij. Gelukkig wordt de medewerker niet geraakt. Dan verlaat de man de winkel. Hij gaat linksaf richting Jan Lichthartstraat. De dader is er uiteindelijk zonder buit vandoor gegaan. Maar ook zonder buit is het natuurlijk een ontzettend ernstig delict. We willen er alles aan doen om deze dader op te pakken. Maar daar hebben we wel de hulp van de kijker bij nodig. Want gelukkig hebben we beelden. We hopen natuurlijk dat iemand die deze beelden ziet, denkt, hé, die dader herken ik. En dan natuurlijk meteen naar ons bellen. Dan kunnen wij de rest doen. Help mee deze overval op te lossen. Bel 0800 6070. Of met Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.